allemaal en welkom terug bij Saints Row 4. Ik zei deze keer Saints Row 4. Dus we zijn weer terug. We gaan proberen of dat het nu werkt. Als het werkt, yes. Als het niet werkt, dan moeten we eventjes wachten. En dan gaan we eens een andere keer verder wanneer wij een oplossing hebben. Yay! De missie accepteren, Daniël. Lijkt me een goed idee, maar ik zie hier een heleboel clusters. Ik ga even voor de clusters rennen, Stefan. Clusters for life. What the fuck is dit? Wat is dit, Stefan? Wat is dat? Ik weet niet, kom eens. Ja, ik ben... accepteer even de missie. Kom, nee, ik zie nog geen missie, maar kom eens hier. Waar ik opsta. Even kijken hoor. Wow. En spring! What the fuck is dit? Spring! Waar sta ik op? En spring! Dit is? Wat is dat? Ik weet niet. Ik had het nooit gezien. Als we ons kapot stralen met onze ijsstraal. Hoe doen we dat nog eens? Wacht. Oh, yeah! Oeh. Hoe deed die ijsstraal ook alweer? Oh, zo. Stefan, blijf stilstaan. Blijf stilstaan. Waar de fuck ben je? Ja, F1 was het geloof ik. Ja, F1 en dan Q. Oké, F1 en dan Q. Zullen we de missions even accepteren of wil je die clusters verzamelen? Wacht, bedoel maar. Push. Oh. Cluster, bitch! Geen idee, die was ik net niet aan het verzamelen. Nee, die valt alleen een beetje. Kap toe. Appa. Oké, zo gewoon eventjes de primary quest doen. Start co-op mission. I constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Oké, cool. Got it. Fill me in, Kinzie. En dan kunnen we onze power-ups niet meer gebruiken. Dat vind ik op zich wel jammer. Lijkt wel alsof het niet meer in de matrix zit op dat moment. Ik wel jammer. Jij niet? Heel jammer. Ik vind het wel jammer op zich. Oh my god, oh het waterbommetje. Okay. Oh shit. Ik vind het jammer dat we niet veel auto's gaan gebruiken. Ik ga lekker dadelijk wel auto's gebruiken. Oh, we kunnen al weg naar joh. Ja, ik zat mensen dood te schieten en op het verhaal te letten een keer. Oeh, deze dude zit gewoon op dingen te letten. Even zien hoe. Phone? Ja, vehicle delivery. En gaan we eventjes mijn autootje erbij pleuren. Nice. Oké, we gaan naar een veilige plek toe, Stefan. Hoe voelt dat nou om eindelijk een keer naar een veilige plek toe te gaan, Stefan? Heel goed. Oh my god, mijn auto is kapot. Nee, nog niet. Ik heb nog geen flow waar ik heen ren. Ik ben jou ook kwijt trouwens, even tussendoor. Je moet rennen naar waar we heen moeten gaan. Oh nee, oké, dat dacht ik al. Ik dacht, waar moet ik heen rennen, maar... Nee, bedankt man. Ik ben er 500 meter vanaf. Ik ben heel snel aan het gaan met mijn nitro. Ik was 700 meter vanaf. Oh, sorry voor die banden meneer en mevrouw. Sorry voor je auto meneer. Geen idee, Daniël. Oh. Fuck, waarom ben ik... Daniël, is allemaal jouw schuld. Ik ben er. Waarom is het mijn schuld? Oh, dit is echt de matrix, we moeten helemaal bovenop mijn gebouw zijn. Ja, ik kan niet meer rennen. Oh, nice, ik zie hier iets blauws. Wacht op mij, jongen! Waarom? Ga lekker de hele missie alleen doen dan. Ja, maar we moeten hier doorheen lopen en dan gaan we terug naar de echte wereld, dus ik denk dat jij dan meegaat. Oké, doe maar dan. Deurtje open. Hey Kinzie, de deur is locked. De deur is op slot. Kinzie. Oké, ik denk dat je er toch moet zijn. Kom even rennen? Ja, rustig. Ik ben altijd rustig. Wanneer ben ik niet rustig? Ik ben altijd rustig. Daniël, doe eens even rustig nu! Ik ben Daniël, ik doe nooit rustig tegen Stefan. Klopt, heb je helemaal gelijk in. Push, ijsbal. Nee, ik zag wel je ijsbal. Je bent er ook bijna. Klopt. Volg de ijsballen, Stefan, volg de ijsballen! Heb je het ook zo koud gehad dat je het gevoel dat je ijsballen had? Nee, maar één. Maar aan de linkerkant, weet je, aan de rechterkant was nog lekker warm. Oh, die heb gewoon warm gemasseerd. Ik ben er. Ja. Hey. Push! Ah, ik kan het niet, jij moet het doen. Oh, de verkeerde deur. Oh, hey, deze moet daar. Oh, ik ben een beetje in de war. Good job. Stefan, ga eens aan de kant, je bent in de weg. Maar we zijn zo'n waas gaan doen. Oké, goed zo. Zie je de deur niet? Ja, ik loop er doorheen. Ja, ik zie het. Ik zit in een cutscene. Look, lady, we doing this in my time. Oké, ik zit hier in een cutscene. Dat zie ik. Oké, boef. Hé, dit is het transition screen van Borderlands 2, man. Oh my god, ze stelen in de Matrix, ze stelen in Borderlands 2, wat gaan ze nog meer stelen? Aanklagen, oh wie is dat? Ben ik naakt? Waarom hang ik naakt in een... bloedbank? Oh, ik val naar beneden. Ja, zie je dit? Ik ben helemaal naakt, Stefan. Oh fuck, ik heb mijn geluid misschien niet goed afgesteld. Oh, Stefan, please, doe dat dan na de cutscenes die is. Ja, wacht even 1 seconde, please. Stefan, please. Wat doe je me aan? Ja, waar zijn we? Wat? Oh. Waarom heb ik zo'n lekkere kot? Hey! Stefan, wacht, blijf staan. Eeuw, nee, je bent zwart, ga weg. Ik zit onder een bloedje, helemaal niet onder een bloed. Kinzie. Dat Kinzie een foutje heeft gemaakt, Daniël. Sorry, wat? Kinzie heeft een foutje gemaakt. Denk het ook. Volgens mij zijn we keihard verkracht hier, man. Dat kan niet anders. Anders zouden we naakt in zijn ton zitten. Oké. Is niet anders mogelijk, man. Oh. Tegelijkertijd. Hey. Gebukt is genomen. Dat is nog eens wat. Synchroon kotsen, hoppakee. Wat nou, synchroon zwemmen? Volgende Olympische sport, synchroon kotsen. Hey, bulimia. Oh, je bent een beetje raar aan het lopen, Stefan. Ja, ik loop tegen de muur aan. Ik ben een beetje dronken. Oh, en ik kots weer. Ik ook. Oh, jij ook. Kijk naar mijn anus. Kijk ernaar. Ja, maar ik weet niet, maar bij mij is het niet gecensureerd. Bij jou dan? Bij mij wel, natuurlijk. Oh, echt? Kinzie. Oh. Waarom loop ik dus tegen de muur aan? Waarom ben jij degene die nu weg kan lopen? Flikker toch op. Lol. Ja, ik ben dronken. Ik loop tegen een deur aan. Ben je moeilijk aan het doen, Stefan? Ja, ik ben nu bij het apparaatje. Oh, kijk, er staat iemand. Oh shit. Daniël, pak hem snel. Ja, haar heb je trouwens. Oh. Het kan zijn dat hij hem heeft neergeslagen. Kan wel. Gewoon waarschijnlijk door je haar, denk ik. Ja, ik had nog een hand niet bij mijn muis, dus ik kon niet op tijd op rechter muisknop drukken. Helaas, man, helaas. Serieus? Was dat echt zo? Moet je dit... Wat? Dit is goed, man. Oh, tot het hele eindje opnieuw gaan we... Oh, gelukkig. Okay. Ik ga doen. Ga weg. Ga weg. Ik ben er. Dat weet ik niet. Oh, ik ben er. Oké, druk de knop. Rechtermuisknop. Wat mooie haar heb je, Stefan, moet ik geven. Oh. Geef me dat. Geef me dat alsjeblieft. Gepoond door een naakte man. Met een grote penis. Verengd is door sperma. Dat is ook wat, hè? Wow, dat is een rare scène, moet ik toegeven. Oké. Waarom stond hij weer op? Oké. Kan ik ook alweer rennen? Nee, ik kan nog niet rennen. Kijk eens, Stefan. Stefan, kijk. Wat doe je? Wacht, kom, blijf staan. Welke knop is dat? X. Of C. Blijf staan, wacht. Kom, gaan in het licht. Oké. No homo natuurlijk. Waarom hebben we beide hetzelfde standaard tandje? Dit is niet de standaard, we hebben het allebei gekozen. Geweldig. Hey. Daar helpen. Lijkt me toch raar, ben je een alien? En dan word je aangevallen door 2 naakte mannen in je eigen ship. Hey, hier is wat. Daniël, kijk hier. 1, 2, 3 niet te veel. Stefan, ik heb nog geen like gehad. Ik ga jinx op door dit te zeggen waarschijnlijk, maar... Het ziet er goed uit, Stefan. Ben je ook een sukkel? Sorry, man. Ik versta helemaal niks van wat hij aan het zeggen is, moet ik eerlijk toegeven. Ik versta helemaal niks van. Hij zegt, oh, Stefan is zo ontzettend leuk en ik ben een groot fan van de gaming, dus je abonneer op hem als je Daniels video nu kijkt. Dat zegt hij. Ik denk ook dat hij dat zegt. Ik denk echt dat hij dat zegt. Oh, het is een beetje koud hier aan naakt rondrennen. Ik denk dat ik kleren nooit ga hebben om eerlijk te zijn. Oh, wacht, je kan wel rennen. Tuurlijk kan je rennen. Dat was een grapje, man. Kom grappig. Hardcore. Ja, hij kills de X-deur, dus moet ik altijd eventjes op hardcore maken. Ik vind het wel boutgeweren, die alien guns eigenlijk. Ze zijn wel sterk. Schiet alleen niet snel, maar je kan ze 1 of 2 hitten daarmee zelfs. Ik ben Daniël, ik weet alles beter als Stefan wat zegt. Klopt, daar heb ik ook gelijk in. Boe! Headshot! Als je nou niet alle kogels steeds wegpakt voor mijn neus, zou ik fijn vinden, eerlijk gezegd. Ik ben aan het rennen, Stefan. Kinzie, waarom schiet je op mij? Misschien per ongeluk. Ah, geen probleem. Achter ons. Oh, komt voor de bakkerd. Oh, we hebben het andere wapen ook, Stefan. Die schiet sneller. Rennen! Oh, hey. Oh, chill. Ik moet misschien niet gaan dansen. Hey, je moet onze positie defenden, man. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar... Hoe buk je? C, shift, control. Control. Wel oké. Ik druk steeds op C om te bukken. Lukt die niet helemaal, moet ik toegeven. Ik ben dood aan het gaan, moet ik eerlijk toegeven. Daniël, je moet me helpen, man. Ik ben jou aan het helpen. Jij moet mij helpen. Ik ben de president. Nee, nee, ik ben de president, weet je nog? Ik ben de president. Oh, mijn HP is best wel laag. Ik ga even wat verder weg hier. Oh, jij bent ook al vet ver weg gegaan. Dank je, man. Ja, vet ver. Volgens mij gaan we er niet eens aan. Volgens mij moeten we gewoon dood gaan. Nee, laat maar. Ik zeg er niks meer. Nee, we hebben begonnen. En ze doodschieten. Waar ben je, Stefan? Waarom heb je me verlaten? Waarom ben je weggesprongen? Nee, 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 ik ben daar. Ik ben daar. Ik zie je niet, man. Jawel, ik ben er echt. Ik ben aan het herladen. Oh, mijn wapen is op. Oh nee, ik gooi hem weg. Bah, ga weg. Ik wou zeggen, de wapen kan je niet herladen. Tuurlijk wel. Oh, daar is het Kinzie in, wel hè. Zie je die gigantische penis van mij? Die hangt er gewoon bij. Ja, de penis heeft gewoon een aparte... zeg maar, of die wordt gewoon door een aparte speler. Zo Jeez. Groot. Ja, man. Ja, man. En dat hele schip is bijna net zo groot als mijn penis. Echt? Bijna. Nee, ik ben een neger, hè. Bedoel maar. Ja, zwaar. Hé, hey, wie is dat? Dat ben ik. Oh nee, dat is een neger. Ja, dat ben ik, zei ik toch? Alleen de jonge versie van mij. Oeh, dat is de jonge Barack Obama, is dat? Ik ben de oude Barack Obama. Damn right. Dat is toch raar, een naakte man onder het bloed op hijsen? Dat zou ik persoonlijk niet doen. Ik zou denken van flikker op, ik ga je niet vastpakken. Dat is een beetje vies. Maar dat snap ik niet, hoe zo'n Kinzie zo ontsnapt van Seniac, terwijl wij constant worden geoond door hem. Ik weet niet hoor, maar het verhaal dat klopt niet helemaal meer. Dat wij de enige twee waren. Ze wil anaal. Ze stond er net zo bij van neem mij anaal. Ik zou haar anaal doen. Eigenlijk wel ja. Zie je, ze wil echt keihard anaal man. Ik zou haar anaal doen. Wat zei ze? Ja, je hebt geen broek aan lol. Hey hond, stop hond. Hey, stop. Murphy, af. Precies. Goed zo. Hey, gaan we nu disconnecten? Dat is de vraag. Nee, we hebben niet gedisconnect, Stefan. Oh, what the fuck, wat doe jij? Waarom mag jij het schip besturen? Nee, ik mag het schip besturen. Ja, ik mag schieten, oké. Oh, wat een besturing, hé. Met je muis ga je omhoog en naar beneden. Ja. En met je pijltjes ga je naar links en naar rechts. Dat is goed. Dat is een spatiebalk. Oh, what the fuck! Zag je dat? Ik heb hem kapot gemaakt. Zag je dat? Dat is echt ziekelijk, man. Oh nee, wacht, je kan met beide kan je alle kanten op. Oké, ik ga gewoon met mijn muis sturen, oké. Lijkt me een goed idee. Oh my god, kijk uit, Stefan, kijk uit. Daniël, achter ons, man. Ik kan niet achter ons schieten, kan ik achter ons schieten? Dit is echt een bootbestuur, dat wil je niet weten, jongen. Het schiet gaat ook niet zo geweldig, moet ik eerlijk toegeven. Waar is die? Ik zie hem, man. Ik zie hem niet. Okay. Oh nee. Oeh, scales hero. Oh my god, dat was close. Dat was... oh my god, Stefan. Wie heeft hier die mad skills? Ik heb hier die mad skills. Oh my god, man. Zieke lekker poep. Oh. Buurtje. Oh, dat zijn er veel, Ik maak ze allemaal kapot. Zie ik, maak ze helemaal kapot. Oh yes, ik ben geleveld. Helemaal geleveld. Ik nog niet. Dat is gewoon een quad kill, hè. Doe een barrel roll. Doe het. Oh, spaat de balk en dan... Oeh, nice. Oh, goed zo. Goed zo, Stefan. Dat ging niet volgens plan. Doe battle! Nope. Nou goed, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Dus je feit dat je kunt zien in de volgende aflevering. Waar wij fix lange C gaan houden nu, want het lijkt niet uit. Yes! Tot de volgende keer, later.